nieuwe hypermoderne pinguïnzwembad wordt echt geweldig. Ik denk dat de pinguïns heel blij zullen zijn met de nieuwe plek. Welke pinguïns? Ik zie geen pinguïns. Waar zijn de pinguïns? Rustig aan, Lifty. Ze zijn onderweg. Ze zijn er bijna. Maak je geen zorgen. Tony brengt ze op dit moment hierheen. Ik hoop dat alles klaar is als ze hier aankomen. Natuurlijk is het klaar. Bijna alles is gedaan. En hoe zit het met Scoop en Leo? Die willen de aankomst van de pinguïns niet missen, toch? Die komen er ook zo aan, Muk. Ze zijn vast bijna klaar met de nieuwe fontein van de burgemeester. Dus aan de slag, team. Kijken of we dit klusje ook kunnen klaren. Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen kan mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Dit wordt een heel belangrijk bezoek, meneer Spijker. Maar natuurlijk. En er mag niets misgaan. En er zal ook niets misgaan, edelachtbare. Dat zegt u nu wel, meneer Spijker. Maar burgemeester Sneeuw is moeilijk tevreden te houden. Ik wil absoluut dat hij van zijn bezoek aan Lentestad geniet. Dat komt helemaal goed. Ik heb een lijst gemaakt met alle bijzondere plekken in de stad waar we mee naartoe kunnen nemen. Het is onmogelijk dat hij het niet naar zijn zin zal hebben vandaag. Ik hoop dat u gelijk heeft. Burgemeester, we zijn bij het kasteel. Wat? Met meneer Sneeuw. Is hij hier? Ja. Nu al? Alsjeblieft, schiet op. Echt iets voor hem om zo vroeg te komen. Kom op. Het ziet ernaar uit dat die twee een drukke dag voor de boeg hebben. Hebbes. Goed werk, Leo. Dit wordt geweldig. Ja, we kunnen het zwembad gaan vullen. Waar wil je deze laatste steen, Bob? Dat lijkt me een goede plek, Lifty. Ik kan niet wachten tot het zwembad vol zit en die pinguïns erin rondspartelen. Niet zo vlug, Lifty. Oh, oh, hou echt. Kijk uit! Oh nee, het spijt me, Bob. Ik had alleen zo ontzettend veel zin om de pinguïns te zien. Oeh, er zit een nare barst in het glas. We kunnen het zwembad niet vullen tot we het glas hebben gemaakt. Er moet een nieuwe ruit in. Ik hoop dat we nog tijd hebben voordat de pinguïns komen. Goedemiddag, mevrouw Wendy. Bob, waar wilt u deze pinguïns hebben? Goeie vraag, Tony. Ik ben bang dat het zwembad nog niet klaar is. Dat is niet fijn, want ze beginnen al een beetje onrustig te worden. Het is niet verstandig om ze nog langer in die kist te laten zitten, Bob. Wauw, wat is hier gebeurd? Het was een ongeluk. Het spijt me echt zo erg. Het is oké, Lifty. Maar we moeten een plek vinden om deze pinguïns blij te houden terwijl wij het glas herstellen. Bob? Wat is er, Lifty? Ik denk dat ik wel een plekje weet waar we de pinguïns kunnen houden. Een plek waar ze veilig zijn. En kunnen spelen. Wat dacht je van een nieuwe fontein bij het stadhuis? Die ene waar Leo aan heeft gewerkt. Oh ja, hij is perfect. Mevrouw Bennebroek is de hele dag weg. En jullie zijn niet klaar voordat ze terug is. Wat zeg jij ervan, Bob? Ik zeg, goed plan, Lifty. We gaan het doen. Volg ons maar, Tony. Maak jullie geen zorgen, pinguïns. Nog even en jullie spartelen weer vrij en zorgeloos rond. Oké, Wendy, Lifty, laten we dit maken. Ja, het kasteel van Fixum is een heel mooi voorbeeld van middeleeuwse architectuur. Het is ons oudste en meest historische monument. Heeft u eigenlijk oude gebouwen in Rivierstad, meneer Sneeuw? Oude gebouwen? Ik kan niet tegen oude gebouwen. Een stel opgestapelde brokken, als je het mij vraagt. Daar heeft u een punt, denk ik. Maar Lentestad heeft ook een paar geweldige nieuwe gebouwen. En dat is precies wat we u nu wilden laten zien. Laten we de pinguïns uit de kist halen en lekker laten zwemmen. Goed zo, jongens. Kostelijke wezentjes.
Ze vliegen toch niet zomaar weg, hè? Oh, nee. Deze dieren hebben geen vleugels. Dat zijn flippers. Ze kunnen zwemmen, maar niet vliegen. Maar zo te zien kunnen ze wel hoppen. Volgens mij vinden ze het hier wel fijn. Ja, maar zodra hun nieuw zwembad klaar is, brengen we ze terug naar de dierentuin. Perfect! Zoals u kunt zien, is dit Olympisch Stadion het pronkstuk van Lentestad. En thuisbasis voor enkele van onze grootste sporthelden. Nee, ik ben niet zo gek op sport. Al dat geren, springen, balletjes schoppen, is niet mijn ding. Oké, juist. U houdt niet van sport. Maar we hebben iets dat u, denk ik, zeker leuk gaat vinden. Dat hebben we toch, hè, meneer Spijker? Ja, dit wordt absoluut een hoogtepunt. Hier is het nieuwe raam, Bob. Uitstekend. Oké, allemaal. We moeten die nieuwe pinguïns zo snel mogelijk naar hun nieuwe zwembad brengen. Kunnen wij het maken? Nou en of! Dit is een brave pinguïn. Je hebt er eentje gemist, Scoop. Oh nee, niet daarheen. Nee, niet zo dicht bij de weg komen. Stop! Gelukkig dat de burgemeester dit niet ziet. Dat maakt niet uit, Scoop. Die is voorlopig nog niet terug. Zodra dat raam gemaakt is, kunnen we deze pinguïns terugbrengen naar de dierentuin. Wow, niet daarheen. Hé, terug naar de vijver. Hé, jij. Oeh. Welkom bij de Vliegende Sauspan. Het lekkerste eten met het beste uitzicht in Lentestad. Kan ik u een hapje eten aanbieden? Dit gebouw, dat lijkt wel of het draait. Precies, ja. Het is een draaiend restaurant. Een buitengewoon staaltje van werktuigbouwkundig inzicht. Zin in een bord niertjes met biet? Ik voel me niet lekker. Oh, hemel. We kunnen de rondleiding maar beter afbreken en u terugbrengen naar het stadhuis. Dit bezoek was een regelrechte ramp. Ik dacht dat u had gezegd dat er niks mis kon gaan. Misschien heeft hij zin in een ijsje. Oh, ik wou dat het zwembad nou eens een keer klaar was. Dit doet me denken aan die keer in Patagonië. Waar blijft Bob? Waarom komt hij niet? Wat is hier aan de hand? Wie is hier verantwoordelijk voor... Schandelijk! Dit is ongehoord! Circus! Ik bied mijn excuses aan voor dit fiasco, meneer Sneeuw. Rotspinguïns! Pardon? Zuidelijke rotspinguïns! Zijn ze niet buitengewoon? Zo levenslustig en vreugdevol? Wat? Ja, erg leuk. Hoe wist u dat ik van pinguïns houd? En u heeft deze geweldige verrassing helemaal speciaal voor mij bedacht. Dank u zeer. We houden ons bezoek graag tevreden. Uh-oh. Hé, Bob. We komen er net achter dat mevrouw Bennebroek speciale gast dol is op pinguïns. Oh, mooi. En... daarom heeft mevrouw Bennebroek ook voor u geregeld dat u naar de dierentuin mag. Om het nieuwe pinguïnzwembad officieel te openen. Precies, ja. Ik heb het altijd gezien als het hoogtepunt van uw bezoek. Oh ja, alstublieft, wat een eer. Schitterend. Kom op allemaal. Waar wachten jullie nog op? Bij deze verklaar ik Lentestads nieuwe Antarctische buitenverblijf voor pinguïns... officieel voor geopend. Dit is het allerbeste bezoek ooit. Ontzettend bedankt, mevrouw Bennebroek. En dank u, meneer Spijker. Oh, nou, dank u. En dank je, Bob. Je hebt ons weer eens uit de brand geholpen.
Volgende week komt burgemeester Stadig. Echt? Ze zeggen dat hij van olifanten houdt. Hemeltje. Leo, ik ben een kraan, geen renpaard. Galoppeer dan zo snel je kan. Hi Jelmer, we zijn er. Gaat die lekker, paardjes? Ruiters, afstijgen alstublieft. Dat betekent spring naar beneden, Leo. Ik ben geen ruiter. Ik ben een cowboy. Woehoe! Nou, bouwers en cowboys gaan niet echt goed samen. Leo, je vindt het vast wel leuk om te weten dat we hier extra stallen gaan bouwen voor de paarden van daarnet. Dat zijn niet zomaar paarden, Bob. Dat zijn volbloed racepaarden. Ze zijn extra snel en extra nerveus. Ik heb de hele ochtend al geprobeerd ze te vangen. Dus maak ze alsjeblieft niet weer bang. Kan hij niet wat zachter doen? Nee, helaas niet, Jelmer. Maar ik wil toch geen piep-piep in mijn tuin horen? Alleen klik-klak. Mooi. Nu de panelen hier zijn, kunnen we aan de slag. Geen zorgen, de stallen zijn klaar voordat je het doorhebt. Goed, want morgen begint de lentestadrace. Die paarden moeten goed kunnen slapen voor de grote wedstrijd. Oké, dan, team. We gaan aan de slag. Leo, jij kunt de stalpanelen uitladen bij Tony. Ja, meneertje. Scoop en Lifty, jullie houden de panelen op de goede plek terwijl Wendy en ik ze vastmaken. Muk, jij verplaatst de strobalen. Dus kunnen wij het bouwen? Nou en oh! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen doet mee. High five, iedereen kan mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen doet mee. High five. Schreeuw weg, Tony. Dit erf is niet groot genoeg voor ons tweeën. Oké, Leo. Ik peer hem wel naar dat open stuk verderop. Dank je, Tony. Graag gedaan. En denk eraan, vooruit deze keer. We willen alleen klik-klak horen en geen piep-piep. Kalm en rustig. Zo, nu hoeven we alleen nog het dak te monteren. Dat zal het bouwwerk goed bij elkaar houden. Ik ga de paardenbedden extra comfortabel maken. Als het me ooit lukt om ze te vangen en binnen te brengen. Nou, ik weet niet waar Leo heen is, maar dan moeten we het dak maar zonder hem gaan maken. Yeehaw! Rijd hem maar, cowboy! Op jouw teken, Wendy. Lifty, klaar om te zakken. Oké. Ga je gang. Nee. Ik zei toch, laat de paarden alsjeblieft niet schrikken. Oh, sorry. Vergeten. Dit is een racebaan. Geen rodeo. Laatste stapel stroopbalen en dan zijn we klaar. Wat krijgen we nou? Stop! Wendy, kijk uit! Dat was niet helemaal de bedoeling, hè? Waar zijn mijn racepaarden? Ze gingen die kant uit. Nee, ze rennen richting de rembaan. Die krijg ik nooit meer te pakken. Ik denk dat ik weet hoe we die paarden terug kunnen halen. Wendy, Leo, bereid je voor om de deur van het erf te sluiten. Scoop, kom mee. Kom op, partner. We snijden ze af bij de pas. Huh? Oh, jij ook al, Bob? Je praat dezelfde onzin als Leo. Sorry, Scoop. Rijd maar gewoon naar die opening in het hek. Ma-
Maar Bob, hoe kan ik die racepaarden inhalen? Zeker als ze extra snel en extra moeilijk te vangen zijn. We gaan niet tegen ze racen, we gaan onze eigen talenten gebruiken. Denk eraan, zij zijn ook extra nerveus en bang voor machinegeluid. Oh, ja. Stop hier, Scoop. Wacht op mijn teken. Nu, daar gaat-ie! Goed werk, partner. Dat was extra luid en extra geweldig. Weet je, Bob, ik denk dat ik misschien wel een volbloed machine ben. Daar zijn ze. Ben je klaar, Leo? Dit is jouw kans om een echte cowboy te zijn en de paarden te vangen. Ik, En ze staan in de hoogste versnelling. Maak je geen zorgen. Ik ben opgegroeid met paarden. Dit is wat we gaan doen. Lifty, ik wil graag dat je je kraanarm zo snel en zo ver mogelijk uitsteekt. We maken een hindernis en leiden ze zo terug de buitenbak in. Het gaat niet snel genoeg. Zo gaan we het nooit op tijd halen. Dat jij opgegroeid bent met paarden, Wendy. Oh ja, ik reed echt heel erg vaak. Op de houten paarden van de draaimolen. Nou, Bob, dat was een slimme manier om een paarden terug te krijgen. Ik hoop dat je een ander goed idee hebt om ze in de stallen te krijgen voordat het donker wordt. Er zit niets anders op dan hard te werken en opnieuw te beginnen. We bouwen ze gewoon weer op, al duurt het de hele nacht. Oh, Muk. Ik heb iedereen teleurgesteld. De stallen waren al lang af geweest als ik de paarden niet had laten schrikken. Een echte cowboy zou zoiets nooit doen. Was er maar iets dat ik kon doen om het goed te maken. Goed, dit is het plan. Wendy en Lifty blijven met mij op het erf om de stallen te herbouwen. Leo, jij mag Scoop en Muk terugbrengen naar hun garages. Zo kunnen er tenminste een paar goed slapen. Al geldt dat niet voor de paarden. Al dat gegalopeer, nu kunnen ze nergens slapen. Ze zullen morgen veel te moe zijn om zelfs maar naar de baan te lopen. Geen plek voor ze om te slapen? Wacht even, Bob! Ja? Nee, Titus. Dat is niet voor jou. Trustemek. Goeienacht, slaap zacht en rij vooral niet in de gracht. Dank je dat je vannacht je garage wilde afstaan. Je had gelijk, Leo. Onze garages lijken ontzettend op paardenstallen. Alleen groot, hè? Ja, drie garages voor drie vermoeide paarden. Drie emmers met haver en drie emmers met water. Ah, nu voel ik me pas een echte cowboy. Ja, onder de grote sterrenhemel slapen. Ah, het is net het Wilde Westen. Goed gedaan, cowboy Leo. Je hebt er een echt Wild West-avontuur van gemaakt. Team. Het duurde de hele nacht, maar het is gelukt. Die renpaarden zullen vanavond denk ik goed slapen in hun nieuwe stallen. De ruiters zien er. Ze zien eruit. Ik ben er klaar voor. En ze staan in hun startposities. Oh, ik denk dat de race zo gaat beginnen. En ze zijn gestart. Het paard aan de linkerkant gaat er meteen als een speer vandoor. Zullen we zien hoe het verder gaat?
Nou, doe mijn ponies maar op. Ik denk niet dat Ronald wil dat iemand met zijn speelgoed speelt, Leo. Welkom in mijn nieuwe magazijn, Bob. Wat vind je ervan? Wauw. Reusachtig, Ronald. Kun je het werk hier in je eentje doen? Nee. Daarom moeten jullie voor mij het robotophaalsysteem installeren. Met alle robotgrijparmen. Wauw, robotgrijparmen? Wat doen die dan? Die doen al het werk. Ze kunnen hier een cadeau oppakken. En het helemaal daarheen brengen. Het cadeau wordt dan hierheen verplaatst. En hier wordt het mooi ingepakt. En komt hier via een glijbaan terecht in een bestelwagen die buiten staat. En je wil dat dat ophaalsysteem morgenavond al af is en goed werkt? Ja, om 8 uur al. Anders krijgen mijn klanten hun cadeaus niet op tijd voor kerstmis. Geen probleem, Ronald. Komt voor elkaar. En nu moet ik weg. Ik moet nog door een lange lijst orders heen. Kijk, ik ben een robotgrijparm. Nou, er komt wel wat meer bij kijken dan een beetje gek bewegen. Ik heb er pas nog één gemaakt op school. Was het een robotarm van oude wc-rolletjes en veel glitter? Nee, Scoop. Ik heb een echte gemaakt. Nu Wendy weg is voor haar kerstvakantie, heb ik jouw ervaring hard nodig, Leo. Moet je zien hoe dik dat instructiehandboek is. Dat hoef ik echt niet te zien, Bob. Ik weet alles over robots. Dus, kunnen wij het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Bijna het hele systeem is al af, Ronald. Alleen nog een paar robotarmen installeren. Goed werk! We gaan het testen. Goed, stel ik heb een order van iemand in Rivierstad voor een voetbal. Dus, die bal ligt op positie 5. Plank 2, rij C. Dan moet hij op de transportband. Die brengt hem naar de inpakmachine. En meteen door naar de bestelauto. Schitterend! Dat is heel indrukwekkend, hoor. Te gek! En deze tablet stuurt het. Ervan uitgaande dat alles speelgoed op de juiste plank ligt, gaat alles daarna helemaal vanzelf. Tijd om te lunchen. Sorry jongens, ik heb een afspraak met een lekker broodje kaas. Goed, Scoop, Muk, jullie gaan al die verpakkingen opruimen. Oké, Bob. Lifty, als Leo en ik op onze plek zijn, kun jij dan die robotarm ophijsen? Natuurlijk, Bob. Hey, kijk, Scoop. Ik ben een robotgrijparm. Ja, best goed, Muk. Maar ik ben veel beter. Nee, niet waar. Moet je mij zien. Die zit ook. Nu hoeven we er nog maar één te doen. Ik ga wel even een nieuwe pallet klaarzetten voor Lifty. Dank je, Leo. Oké, Lifty, hou ons niet langer in spanning. Wie van ons tweeën kan het beste een robot imiteren? Geen idee. Wat gebeurt hier? We doen alsof we een robotgrijparm zijn. Zet ze nog eens aan, zodat we kunnen kijken. Mooi niet, geen tijd. Ik moet Lifty weer gaan beladen. Weet jij wel echt alles over robots? Zeker wel. Ik kan er zelfs heel goed mee omgaan. Ha, laat zien dan. Oké, vooruit dan. 1, 2, 3. Kijk, een makkie. Ik kan deze pop oppakken en neerzetten waar ik maar wil. Wauw, Leo, dat is briljant. Ik heb een grotere sleutel nodig. Hoi, Ronald.
slecht nieuws. Volgens het weerbericht is er een grote sneeuwstorm op komst. Oh jee. En dus ook veel sneeuw op de weg. Precies, ja. Het gaat mijn bestelwagens meer tijd kosten om alle cadeaus bij de klanten af te leveren. Dus nu moeten jullie al om 7 uur klaar zijn. Dat komt goed, Ronald. We hebben alles ruim op tijd voor elkaar. Dat moet je waarschijnlijk niet doen zonder de handleiding erbij. Ah, het gaat best, Lifty. Ik weet alles over robots. Kijk, ik kan Rudolf laten vliegen. Bob voor Leo, Bob voor Leo. Oh, hoi Bob. Luister, er komt een storm aan. We moeten het ophaalsysteem nu al voor de avond af hebben. Oh, echt waar? Oké. Je moet hierheen komen, snel. Oh, en kun je een sleutel 32 meebrengen? Tuurlijk, Bob. Mooi, dank je, Leo. Kijk, ik ben een robot grijparm. Ach, wel nee. Kijk naar mij. Oké, genoeg gespeeld, jongens. We moeten weer aan de slag. Ik zet hem weer uit. Maar je hebt alles op de verkeerde plek gelegd. Alles ligt nu door elkaar. Dat geeft niet. Ik leg ze terug. Oké, deze beer hier gaat terug naar de berenplank. Oh nee, er ligt een skateboard en een puzzel op de berenplank. Waar is de skateboardplank? Tja, geen idee. En waar is de puzzelplank? Wat is, hè? Nee, niets hoor. Ik ben alleen een beetje in de war. Oh nee. Waarom druk je niet een paar keer op de herstelknop? Dat is een goed idee, Scoop. Oh, dat heeft wel geholpen. Oh, dit gaat echt niet goed. Betekent dat hij het leuk vindt. Ik heb Leo nog nooit zo zien vliegen. Vooruit, Leo, waar blijf je? Breng die sleutel eens. Hey, Bob! Ah, daar ben je. Heb je ook mijn... sleutel? Nee, van deze robotarm heeft... mij! Oh, nee! Bob, help. Ik ben ingepakt. Het komt goed. Ik help je wel. Och, Leo. Mijn robot-ophaalsysteem. Het reageert niet. Oh, nee. Was ik er maar afgebleven. Oh, het spijt me zo. Kun je hem opnieuw programmeren, Ronald? Ja, maar dat gaat enorm lang duren. Oh, nou krijgen we nooit al het speelgoed voor het eind van de dag in de bestelwagens. Oh, ik heb kerst echt verpest. We verzinnen wel iets. Vooruit, robot grijparm, aan de slag. Hey, als we nou allemaal doen alsof we een robot grijparm zijn, dan krijgen we misschien alles in de auto's. Maar dat is een goed idee, Leo. Kunnen wij het maken? Nou en op! Al het speelgoed is toch nog op tijd weg. Het is gelukt, team! Ja! En ik heb het ophaalsysteem ook aan de praat gekregen. Heel erg bedankt, Bob. Maar Ronald, kijk. Hier is nog een cadeau. Oh, nu is er iemand die geen kerstcadeau krijgt. Oh, jawel hoor.
Want dit is een vervroegd kerstcadeau van mij bestemd voor Leo. Oh, wauw. Bedankt. Maak het maar vast open. Ah, oh, oh. Het is de handleiding voor de robots. Ja, ik ken het. En jij wil het vast ook wel lezen. Wat vind je ervan, Leo? Kan ik het ruilen voor het rendier? Dit wordt denk ik een van de grootste dingen die we ooit gebouwd hebben. Ja, groter dan een wolkenkrabber is er niet. Bob zegt dat hij bijna 10 keer zo hoog wordt als wanneer ik mij op volle lengte uitrek. Wauw. Goed, team. We gaan eerst graven voor de fundering van de wolkenkrabber. Ja, we graven een gat dat net zo diep is als wel 3 bussen op elkaar gestapeld. Maar waar zijn die bussen dan? In plaats van echte bussen gebruiken we deze lasermeter. Die geeft aan of we op de juiste diepte zijn. Kijk, Scoop staat precies 5,6 meter bij mij vandaan. Joepie! Hoe ver is dat? Dat is bijna een halve bus ongeveer. En deze lege mok is precies 9 centimeter diep. Wacht even. Dat is burgemeester Bennebroek. Die moet ik wel even opnemen. Oeh, ik hou zo van graven. Het is heerlijk om in de fijne, verse grond te scheppen. En vastzitten in die prut is echt iets voor Muk. Niemand kan sneller en dieper graven dan ik. Hé, hey, ik wed dat ik het nog sneller wegbreng dan jij het kunt graven. Oh, dat zullen we nog wel eens zien. En, zijn de knapen klaar om mij te laden? Zeker! Ik ook! Hou nog even de rem erop. Eerst wachten op Bob zijn teken. Oh. Dat kunnen we best proberen. Hallo, burgemeester. Oh, hallo, Wendy! Ik zei dus net tegen Bob, we willen hierbij geen vertraging oplopen. Ik wil die wolkenkrabber zien en snel. Je kunt een wolkenkrabber niet tevoorschijn toveren. Je moet eerst graven voor je kunt bouwen. Goed, dus aan de slag en gaan we graven. Nou, doei! Oh, dus we lieten het werk wachten om te horen dat we aan het werk moeten. Hoorde je dat, Muk? Dat was het direct bevel van de burgemeester om te graven! Laat de wedstrijd beginnen! Kijk, de ploeg gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Oké, team, goed werk. Eens kijken of we al diep genoeg... Wat nu weer? Ja, burgemeester, we graven. Oké. Laten we maar een pauze houden. Oh, we waren nog maar net begonnen. Waarom pauzeren mensen altijd? Machines hoeven dat niet. Rustig, jongeman. Ik dacht dat we pauze hadden. Geen tijd voor, hoor. Er komt nog meer. Meestal is er een reden waarom we stoppen. Oh, dat is zo. Ik liet me meeslepen om te winnen van Scoop. De Scoop graaft nog door? Ja, sneller dan ooit. Scoop, je kunt nu wel stoppen. Jij hebt gewonnen. Ha, leuk geprobeerd, Muk, maar daar trap ik niet in. Je wilt dat ik stop, zodat jij kunt winnen. Nee, het kan me niet schelen als ik verlies. Maar mij wel. Ik wacht al tijden om deze bouw te beginnen. Ik ken het gevoel. Dit is een spannende tijd voor Lentestad. Bob? Niets is te vergelijken met zo'n drukke bouwperiode. Bob? Wendy? Je zit veel te diep, Scoop.
Ik zei net zo diep als 3 bussen, weet je nog? Hier past gewoon een heel parkeerterrein aan bussen in. Goed, wat heb je geraakt? Het lijkt wel een soort van muur. Laten we het gewoon weer dichtgooien. Sorry, Muk, maar als je iets ongewoons vindt in de grond, dan leg je het werk stil. Je weet het niet zeker, maar deze muur zou wel eens heel oud en bijzonder kunnen zijn. Ik denk dat het een goed idee is om Abid Malik, de archeoloog, te bellen. Arge-wat-oloog? De archeoloog. Dat is iemand die ons dingen leert over het verleden door oude dingen op te graven uit de grond die er al honderden jaren liggen. Huh? Ze zijn gespecialiseerd in opgraven. Maar dat ben ik toch ook? Jij hebt wel genoeg gegraven voor vandaag, Scoop. Geen twijfel mogelijk. Een van de belangwekkendste ontdekkingen in jaren. Dit is buitengewoon. Slecht nieuws. Hieronder liggen resten van een muur uit de Romeinse tijd. Van een fort of een villa waarschijnlijk. Oh, Romeins. Wat is dat? De Romeinen hebben hier zo'n 2000 jaar geleden gewoond. Zij waren goede bouwers. Oh, net als wij. Wat betreft dat bouwen, professor, wanneer kunnen we daar weer mee verder? Nou, noem eens wat. Maar deze opgraving duurt zeker wel een maand. Een maand? Dat is wel heel lang. Ik heb dit in een ochtend gedaan. Aha, dat kan jij misschien doen, maar wij moeten heel voorzichtig graven. Geen wonder dat het lang duurt. Moet je die kleine borsteltjes zien? Nou, we hebben geen keus, denk ik. Het werk wordt stilgelegd. Hallo, allemaal. Oh jee. Ik kom een voortgangsverslag halen voor de burgemeester. Sorry, meneer Spijker. Er zit voorlopig weinig voortgang in. Geen voortgang? O, hemeltje. Daar wordt de burgemeester vast niet blij van. Loopt u even mee naar mijn kantoor. Dan krijgt u een mok thee. Die mokken zijn 9 centimeter diep. Zo, dat is absoluut heel royaal, ja. Nou, ik snap al die moeite niet, hoor. Het zijn toch gewoon een soortje gebroken bloempotten? Geen bloempotten, hoor, meneer Scoop. Deze amfora gebruikten de Romeinen voor water. Ah, en wat hebben we hier? Maar wat zeg ik tegen burgemeester Pennebroek? Ze vindt dit absoluut fascinerend. Als ik me niet vergis, is dat een Romeinse hodometer. Kom eens kijken, Bob. Dat zul je beslist interessant vinden. De hodometer. Daarmee werd afstand gemeten. Ah, net als mijn lasermeter. In plaats van een laser gebruikte dit een klein wiel om afstand te meten. Huh, dat duurde een eeuwigheid. Ja, in de Romeinse tijd hadden ze geen motor. Alleen mensen met handgereedschap, katrollen en kranen. Echt ongelooflijk. Hé, hey, Scoop. Het is niet echt een bouwplaats als je niet kunt bouwen, hè? Oh, Bob, het komt door mij. En ik kan nog niet eens die dinges helpen graven, want die gebruiken kleine borsteltjes en ik ben maar een lompe machine. Ach, wel nee, Scoop. Je kan het prima zonder mij, net als die Romeinen. Grote gravers maken grote fouten en dat trekt dan weer grote aandacht. Ik zou mijn werk niet kunnen doen zonder grote machines zoals jij. Echt niet? Nee. En die mensen zien het niet als een fout. Ze vinden het geweldig. Want ja, je vindt niet elke dag een ruïne. Wacht eens. Wat is er, Bob? Ik heb een idee. Scoop, roep het team bijeen. Goed, team. We gaan niet met onze duimen zitten draaien. Oh, gelukkig, want ik begon me al aardig te vervelen. Iedereen wil de opgraving bekijken. Dus laten we een galerij bouwen die veilig is. Goed idee, Bob. En Scoop, we hebben zeker jouw hulp nodig. Want we moeten dit heel snel bouwen. Dus, kunnen wij het bouwen? Nou en of! Ik ben zo benieuwd naar de hodometer. Waar is meneer Spijker? En wat is hier in vredesnaam aan de hand? Hierheen, burgemeester Bennebroek. Dit is geen wolkenkrabber.
Nee, dat klopt. Het is veel interessanter. Dit zijn de resten van een Romeins fort. Kom maar snel kijken. Oh, kijk! Daar is Lentestad TV. Het is prachtig dat we deze Romeinse ruïne hebben gevonden. Op de resten van de oudheid bloeit de stad van de toekomst. Want u weet allen, je moet eerst graven voor je kunt gaan bouwen. Goed gezegd, burgemeester. Hé, hey, dat waren mijn woorden. Ze pikt gewoon mijn tekst in. Bob, hoorde je dat? Het is niet te geloven. Waar haalt ze het lef vandaan? Zo, hebben we nu alles voor de Lentestad kerstversiering? Ja, en de andere spullen zijn er al. Nou, wat doen we hier nog? Laten we lekker gaan bouwen. Ja, kerstversiering is te gek. Oké, we gaan al. Lifty, wij gaan vast. Kom je ook zo? Zo, de versiering is wel af. Ik ben dol op Kerstmis. Echt overal versiering. Maar niet bij Bob. Ik weet opeens wel een goed kerstcadeautje voor Bob. Oh, maar eerst moet ik hem helpen op het marktplein. En dan snel terug om zijn verrassing te maken. Dat wordt leuk. Hier zijn de tegels. En de nepcadeautjes ook. En vergeet de laserstralen niet. Bob, is de voet voor de boom al klaar? Ja, alles staat klaar om te gaan versieren. Het wachten is nu nog op de kerstboom. Maar waar blijft die kerstboom dan? Ik heb een joekel van een boom. Wow! Burgemeester komt vanavond de lichtjes aansteken. Dus, kunnen wij het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five! Die boom is enorm! De vloer lijkt wel ijs. Deze versiering wordt echt fantastisch. Hoi, Lifty. Is dat cadeau voor de kerstmarkt? Nee, Amira. Het is voor Bob. En ik kan niet wachten om het te geven. Vrolijk kerstfeest, iedereen. Vrolijk kerstfeest! Goed, Lifty. Bob en Leo installeren de sneeuwmachine. Kan jij me misschien helpen met de lampjes? Natuurlijk. Ik leg eerst mijn cadeautje even weg. Hoorde je dat? Er komen sneeuwmachines. Cool! Yay! Hier ligt Bob zijn cadeau veilig, ver van het gereedschap. We leggen de cadeautjes hier, dan kunnen we ze later netjes rondom de boom uitstallen. Oké, Scoop. Schiet je al lekker op, Leo? Nou, ik moest de sneeuw klaarleggen, maar ik kan het nergens vinden. Zit het in zakken of in dozen? Oh nee, als het nou gaat smelten. Leo, we gaan nepsneeuw gebruiken. En dat maken we in die machines daar. Wauw, mag ik dat een keer zien? Misschien als je die dozen hebt opgeruimd. Die lampjes zien er heel mooi uit zo, Wendy. Ja, maar eerst eens kijken of ze het ook doen. Hey Wendy, ik sta op het punt sneeuw te maken. Kun je de flessen met vloeistof helpen dragen? Ja, natuurlijk. Ik ben hier al klaar. Bob is er. En de lampjes twinkelen.
Dit is het moment om hem zijn cadeau te geven. Kijk uit, Lifty. Je maakt alles weer kapot. Maar ik ben op zoek naar... Lifty, kijk wat je doet. Nee, waar is het? Laat ook maar. Pop is weg. Ik zoek het straks wel. Kom op, Buk. We maken het snel af. En, is er al sneeuw? Nog niet. Eerst de vloeistof erin en dan kunnen we de machines aanzetten. En, is er dan sneeuw? Bijna, ja. De machines roeren de vloeistof tot kleine belletjes die aan elkaar kleven. En dat wordt dan de nepsneeuw. Ik ben helemaal klaar. Zouden jullie het leuk vinden om de sneeuw op de boom te zien vallen? Woehoe! Het gaat nu echt sneeuwen! Ik geloof dat Leo heel graag wil. Het is al bijna af en ik heb Bob nog steeds zijn cadeau niet gegeven. Wij gaan de sneeuwmachines testen. Oh ja, meteen. Zeker weten. Ik kom er ook zo aan. En Lifty, alsjeblieft niet alles weer in de war gooien. Nee hoor. Ik wil Bob zijn kerstcadeau geven op het moment dat het sneeuwt. Waar is het? Daar! Nog een klein stukje verder. Te ver. Oh, jongens. Daar komt hij, Bob. Ik zet de sneeuwmachines aan. Oké, geen paniek. Gewoon rustig, langzaam achteruit. Goed, plan B. Eén stevige. Nee toch. Oké, dan Wendy. Laat maar sneeuwen over 3, 2... Van anderen! Hier blijven allemaal. Oh, rustig aan. Wat moet ik nou? Ga maar naar rechts. Nu! Dat was geloof ik niet de bedoeling, of wel? De kerstboom! Wat vreselijk! Oh jee. Wat een troep. Hoe kwam dat, Lifty? Ja, ik probeerde om je dit cadeau te geven, maar ik lette niet goed op wat ik deed. Nu heb ik het hele kerstfeest verpest. Het spijt me, Bob. Dank je, Lifty. Mijn eigen kerstdecoratie. Precies dezelfde als op de loods. Dat is het. We gaan de versiering repareren met sneeuwvlokken. Net zoals op die loods. En dan gebruiken we daarvoor al deze gebroken tegels. En ik weet waar deze dan komt. Kom op, Lifty. We geven Lentestad een kerstboom die ze nooit meer zullen vergeten.
burgemeester, ontsteek ik met heel veel genoegen de lichtjes van Lentestads kerstboom. 3, 2, 1. Vrolijk kerstfeest, iedereen! Vrolijk kerstfeest! Dat was het dan. Alles net op tijd klaar voor de kerstvakantie. Dus Bob, zijn alle cadeaus ingepakt en is er voor iedereen een gedichtje geschreven? Oh, Bob, zo gaat het ieder jaar! Uitstekend werk tot nu toe, Bob. Maar de burgemeester wil vanavond zelf even komen kijken. Rivierstad opent volgende week ook een dinosauruspretpark. En mevrouw de burgemeester wil zeker zijn dat wij iets beters hebben. Oh, dan is het al lang klaar, meneer Spijker. Mooi zo. Ah, ik weet nog dat we dit pad hebben gelegd. Het loopt helemaal door tot de klif. Het was toch af? Niet echt, Scoop. De burgemeester wil dat dit het nieuwe dinosauruspark van Lentestad wordt. Met levensgrote dinobeelden. Wat is een dinosaurus? Enorme reptielen die hier heel erg lang geleden leefden. Hoeveel dinosaurussen komen er? 5. Een ankylosaurus. Een iguanodon. Een stegosaurus. En een pterodactylus. Oh-oh. Dat zijn nog maar 4 dino's, Bob. En er komt een speciaal Triceratops-model dat kan bewegen en brullen. Oh. En dat zijn er 5. Dus er komen hier heel veel dino's. De dinosauriërs zijn niet echt, hoor. Niet bang zijn, Muk. Ik ben niet bang. We maken poorten en borden. En we plaatsen de dino-modellen langs de route. Laten we gaan, team. De ploeg gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Wat was dat? Een dinosaurus. Oh nee, die dino wil me pakken. Oh. Oh. Oh, Muk. Dacht je soms dat ik een grote gele dino was? Ze bestaan niet echt, Muk. Ik hou denk ik niet van dino's. Eerlijk gezegd, toen ik nog heel klein was, was ik er ook een beetje bang voor. Was jij bang, Leo? Maar weet je hoe ik daarvan afkwam? Nou? Ik ging toen heel hard brullen, net als een dino. Zo hard als ik kon. Kijk, zo. Rawr! Probeer maar, Muk. Oké. Zoiets? Dat klonk heel woest. Voel je je al beter? Beetje wel. Dank je, Leo. We hebben nog houtsnippers nodig voor dit pad. Willen jullie dat halen? Tuurlijk, Bob. Als je staat te wachten op een dino, dan heb je geluk. Wauw, wat is dat voor een dino? Dat is een iguanodon. En er komen er nog veel meer. Hier is de ster van de show, Bob. Een Triceratops speciaal voor jou. Schitterend. Dank je, Tony. Oké, Lifty. Zet hem tussen de bosjes. Mooi. Even testen. Die Triceratops moet hier komen omdat we hier de stroomkabel gelegd hebben. Is dit die bewegende? Zet hem eens aan. Nee, hij doet het niet. Nou, dit model heeft ingebouwde sensoren. Hij beweegt alleen als je dichtbij komt. Probeer maar. Ah, ah. Oh. Oh. Mooi. Oké, jongens. Kunnen jullie de andere modellen op hun plek zetten terwijl ik de poort schilder? Tuurlijk. Doen we. Mooi. Die Triceratops is toch best wel eng met die horens. Zullen we Leo eens even laten schrikken?
Hoe wil je dat gaan doen dan? Door deze bewegende Tino midden op het pad te zetten. Dinosaurussen. Denk eraan, hè, Muk. Ze zijn niet echt. Als jij het zegt, Leo. Leo, kom eens eventjes kijken. Daar is Scoop. Scoop, wat is daar dan? Die dinosaurus leeft. Zoek dekking, Bob. Ga weg jij. Stop. Ga weg jij. Oh, Muk. Wat doe je nou? Het spijt me, Bob. Ik vergat dat het maar een model was. Hij leek me heel echt. Hij klonk wel als een echte. Waarom stond de Triceratops midden op het pad, jongens? Sorry, Bob. We wilden Muk niet bang maken. Het was eigenlijk voor Leo bedoeld. Hij zei dat hij bang was voor dino's. Maar daar ben ik al heel lang overheen, Lifty. Nu zijn we de belangrijkste attractie kwijt. Hè? En het duurt niet lang voordat de burgemeester arriveert. Bob, kijk! Niet te dicht bij de rand komen, Scoop. De Triceratops ligt nog halverwege de klif. En hij is heel. Als we erbij kunnen, krijgen we het misschien nog wel op tijd af. Maar hoe? Hij ligt heel erg diep. Ik ga wel abseilen. Stoer zeg. Oké, Scoop. Jij bent mijn anker. Dus je moet stil blijven staan en goed remmen. Goed begrepen, Bob. Lifty, laat je haak zakken als ik het zeg. Ja, Bob. Oké, Lifty, laat hem nu maar zakken. Komt-ie! En omhoog, Lifty! Woehoe! Bob is een echte dino-cowboy! Woehoe! Het is gelukt! Nog niet helemaal, Lifty. We moeten snel zijn en het park afmaken. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Burgemeester, we zijn bijna klaar voor uw bezoek aan Dino Park. Uitstekend, Bob. Ik verheug me er zo op om het te zien. Ik ook, mevrouw. De dieren uit het krijttijdperk hebben namelijk mijn bijzondere interesse. En vooral onze prachtige Triceratops. Die rivierstad dingen bewegen namelijk niet, weet je? Oeps, sorry. Nog iets vergeten. Wacht nog twee tellen. Oké, jongens. Het is klaar. Niet helemaal. Huh? Waarom maakt hij geen geluid, Leo? Hij is kapot gegaan door de val. En de burgemeester is er al. Geen tijd om hem te maken. Wacht. Ik ken iemand die ontzettend goed kan brullen. Wie is dat dan? Sorry dat u moest wachten. Geen probleem, Bob. Ik ben blij dat het park op tijd af is. Zullen we? Oh, heel indrukwekkend. Oh, dat is schitterend. Fantastisch. Oh? Moest hij niet een geluid maken? Oh. Ugh.
Ja, nou, ik weet niet zeker of een triceratops wel zo klonk. Ik vond het heel erg realistisch klinken. Ik vind het leuk om voor Dino te spelen. Waar zijn Scoop en Lifty heen? Waren jullie bang? Misschien een klein beetje. Ik niet hoor. Ik ging Lifty helpen. Oké, ik geef het toe. Het Dino-geluid van Muk was gewoon echt angstaanjagend. Vond je niet, Bob? 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 Bob! Bob! Ja, hij is niet slecht. Helemaal niet slecht. Helemaal niet slecht. Oké, team. Zijn jullie klaar om de nieuwe voetgangersbrug te bouwen? Ja! Zeg het maar, Bob. Nou, we hebben fase 1 nu al af. Het maken van de fundering. En het plaatsen van de pijlers waar de brug overheen komt. Nu komt fase 2. We bouwen dit gedeelte, genaamd de spar. En dan leggen we stukje voor stukje het brugdek. En ter versterking verbinden we ieder stuk met een kabel aan de spar. Het moet maandagochtend wel af zijn, zodat iedereen erover naar zijn werk of naar school kan. Dus kunnen wij het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Wat doen jullie daar zo dicht bij de rand? Daar word ik zenuwachtig van. Leo zegt dat een vis in de rivier zit. Maar ik geloof er niks van. Het is wel zo. Ik heb hier ooit wel eens een hele grote vis gevangen. Echt heel groot? Ja, met een enorme bek vol grote tanden en stekels op zijn rug. We moeten maar terug naar de brug. Bob en Wendy zijn bijna klaar met schilderen. Zesenzestig, 67, 68. Bob. Hallo, meneer Spijker. Hallo, meneer Spijker. Wat bent u aan het doen met dat meetwiel? De Lentestad kwartmarathon is morgen en ik wil het parcours opmeten. Wat is een kwartmarathon? Dat is een hardloopwedstrijd van wel 10 kilometer. 10 kilometer plus 500 meter, om precies te zijn. Wat betekent dat de finish nog 32 meter verderop is vanaf dit punt. In de rivier? Nee, Leo, op de brug. Mevrouw de burgemeester wil de finish graag op de nieuwe brug hebben. Maar de wedstrijd is morgenochtend. Dan is de brug nog niet af. Er moet wel een brug zijn, Wendy. Anders moet iedereen stoppen met rennen en opeens gaan zwemmen. Als we hard werken, zijn we denk ik wel op tijd klaar. Uitstekend. Want mevrouw de burgemeester wil dat de winnaar de brug officieel opent als hij over de finish komt. Nou, dan gaan we nu maar snel het brugdek doen. Vooruit, team. De derde plaat van het brugdek zit op zijn plek. Goed bezig, Wendy. Oké, Leo, begin jij maar vast met het spannen van de kabel. Komt in orde, Bob. Goed gedaan, Leo. Op deze manier ondersteunt de kabel het brugdek. Bedankt, Lifty. Laat hem nu maar los. Zal ik de vierde plaat vast gaan halen? Oh ja, graag, Lifty. En kun je misschien kijken waar Scoop is? Hij zou ons nog meer kabels komen brengen. Toppie! Scoop? Ah! Wat sta je te staren? Oh, hallo, Lifty. Ik kijk naar de rivier. Leo probeerde me bang te maken en zei dat er vissen in zitten. Maar die leven daar toch ook?
Misschien op het platteland, maar toch niet in een rivier die door Lentestad loopt. Ik denk niet dat Leo het verzint. Nou, als ik deze kabel naar Bob heb gebracht, ga ik toch nog een keertje kijken. Gewoon om zeker te zijn. Oh. Hier komt nog een kabel. Ik heb de volgende plaat voor je, Bob. Bedankt, Lifty. Kun je die naar het eind van de brug brengen? Oké. Lifty, zou je hier misschien kunnen wachten? Dan kunnen Bob, Leo en ik even wat water drinken. Tuurlijk, Wendy. Dat is geen probleem. Dank je, Lifty. Hey, Lifty! Er is geen vis te zien! Voorzichtig bij dat water, Scoop. Oh, ik ben niet bang van water. Kijk! Oh, oh, het is water. Oh, nee. Ah! Oh-oh. Wat is er? Ik heb denk ik iets gevangen. Oh. Het is een vis. Dan had Leo toch gelijk. Is het een grote met een enorme bek met scherpe tanden en stekels op zijn rug? Nou, je moet niet schrikken hoor, maar... Inderdaad. Ah! Help me! Lifty, help me! Ik denk dat we de brug net op tijd af gaan hebben. En wie gaat de race winnen, denk je? Weet ik niet, maar meestal wint Sky Samson. Kom op, we moeten weer verder. Anders komt er nooit een brug om over te rennen. Oh, oh, oh. Oh. Oh, haal hem eruit. Oh, enge vis. Oh, hij spartelt rond. Kijk uit, Scoop. Remmen! Oh, gelukkig, hij is weg. Wat gebeurt hier? Ik ga erin vallen. Help! Rustig maar, Lifty. Je gaat echt niet vallen. Blijf kalm. Rij langzaam vooruit. Het lukt me niet. Geen van zijn wielen raakt de grond aan, Bob. Wat moeten we nou toch doen? Jammer dat we hem niet binnen kunnen halen als een vis. Wacht eens eventjes. Dat brengt me op een idee. Lifty, niet bewegen. En doe precies wat ik je zeg. Mm-hmm. Scoop, kom heel langzaam naar voren met je voorschep onder Lifty zijn haak. Aha. Lifty, laat je haak zakken zodat Scoop hem kan opvangen. Wendy, Leo, loop mee en maak de haak van Lifty vast aan de voet van de spar. Help! Het komt goed, Lifty. Hij zit Bob! Oké, ga maar achteruit. Goed, Lifty. Trek nu heel langzaam je haak in. Heel goed, dat gaat prima zo. En rij nu heel rustig naar voren toe. Ja! Goed zo, Lifty. Dank je, Bob. Het spijt me, Lifty. Ik had niet bij de rivier moeten rotzooien. Ik bracht Lifty in gevaar en we zijn een stuk brug kwijt. Nu kan de race niet doorgaan. Kalm nou maar, Scoop. Door jou kwam het juist weer goed. Echt waar? Ja! Jij zei dat we Lifty als een vis moesten binnenhalen en dat is precies wat we hebben gedaan. Alleen heeft Lifty geen scherpe tanden en stekels op zijn rug. We krijgen de brug nog op tijd af als we goed samenwerken. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Iedereen bij de Lentestad Kwartmarathon. De winnaar krijgt deze beker en de grote eer onze voetgangersbrug te openen. Succes allemaal! Op uw plaatsen! Maar ik heb Sky Samson nog niet haar wedstrijdnummer gegeven. Ja, daar is nog geen tijd meer voor. Op uw plaatsen! Klaar? Af! Oh.
Auw. Kom mee, we gaan weer naar de brug. Ik wil zien wie er wint. Ik zie jullie bij de finish. Oh nee, ik heb Sky's nummer nog steeds in mijn hand. Wacht op mij! Kijk jongens, de brug ziet er goed uit. En voor Sky Samson ziet het er ook goed uit. Kijk, ze ligt heel ver voor. Maar ze wordt wel ingehaald. Sky, hier is je startnummer. Wat een opluchting. Yeah! Hemeltje, meneer Spijker. U heeft net Sky Samson verslagen. U heeft gewonnen. Ik? Hemeltje? Ik weet niet wat ik moet zeggen, mevrouw de burgemeester. Wat dacht u van... Ik verklaar deze brug voor geopend. Sorry dat ik te laat ben. Wat heb ik gemist? Bob vertelt ons over die spoorlijn die we bouwen. Ha! Mag ik het vertellen, Bob? Ik heb hier alles staan. Ja, dit zijn ze. Spoorlijnnotities. Oh, nee, toch niet. Dit zijn mijn schoolnotities. Oh, wacht, dit zijn ze. Nee, dat is mijn boodschappenlijstje. Gevonden! Oh, nee. Vertel jij dan toch maar, Bob. Oké, team. Laten we eens kijken hoe ver we al zijn. Zoals je kunt zien is hal 1 van het hoofdstation al helemaal af. Wat ook klaar is, is het spoor dat loopt naar het Wolkenkrabberstation en het Stadscentrumstation. Vandaar loopt het spoor over de rivier verder naar hier. De laatste klus, het stadionstation afmaken. Moeten we nog iets anders weten, Bob? Ja, de eerste trein vertrekt al vandaag, om 5 uur. En veel passagiers hebben kaartjes gekocht. Waaronder ik. Dus snel aan de slag. Ja, leuk hoor. Eerste trein om 5 uur. Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee. High five. Iedereen gaat mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five! Dus, wat moeten we nou precies doen? Wacht maar, ik heb het hier absoluut ergens opgeschreven. Ja, dat is het. Bob wil dat we de laatste klusjes doen. Hier! Klusjes zijn... Oh, tuurlijk. Ja, tegels leggen, strepen verven en het dak maken. Dus Dizzy en Lifty, jullie gaan... Cement storten voor de tegels? De tegels naar het perron hijsen. Ja, en ja. Ik ga al. Gaat lukken! Leo, wanneer moet ik het dak laten zakken? Oh, oké. Ik wacht wel. Leo zal het wel zeggen als hij er klaar voor is. Goed, Leo. Ik ga nu naar de trein toe. We gaan een testritje maken om 3 uur. De rit duurt 5 minuten. Dus ik ben hier om 3:05. Wat zei je? Blijf je hier niet helpen? Je redt het wel. Concentreer je op 1 klus tegelijk. Wat is daar aan de hand? Oh nee, ik heb Dizzy niet gezegd waar ze moet storten. En klaar. Oh, ik heb Lifty niet gezegd hoeveel tegels. Ah, Bob,
De trein is in orde, al zijn magneten werken. Magneten? Ja, Scoop. Het is een maglev-trein. Magneten zorgen dat hij vooruit gaat. Die vooraan trekken de trein vooruit. En die achteraan duwen hem vooruit. Is het niet fantastisch, Scoop? Scoop? Aha. Fantastisch. Dat dak moet er nu toch een keer op. Ik wacht hier nou al uren. Wat ben je nu weer aan het doen? Het cement wegscheppen, zodat het niet op de rails gaat druipen. Heb je hier, Leo? Kan ik het dak laten zakken? Leo hier. Hallo daarboven. Moeten die gebroken tegels weg? Ja, graag. Dat zou fijn zijn. Leo zei ja. Eindelijk, het dak mag erop. Daar gaat-ie. Was toch cement aan het wegscheppen? Ja, dat was ik. Oh, maar wacht! Ukkie heeft nog geen antwoord over dat dak. Hallo, Ukkie? Leo hier. Waar zal ik die gebroken tegels neerleggen? Naar beneden en iets naar rechts. Oké, Dizzy. Eerst het cement verder wegscheppen. Omlaag en naar rechts. Nou, als Leo dat graag wil, geen probleem. Nee, Ukkie, trek hem op! Trek hem op! Die jongen weet niet wat hij doet. Het zit vast. Het is tijd voor Tower Power! Oh, dat is niet goed. Wendy, de machinist is hier, dus ik ga mee voor de testrit. Oké, Bob. Ik kom eraan en kijk of de seinen werken. Oh, zei je nou dat je een testrit ging maken? Ja, de rit gaat dwars door heel Lentestad. Wauw! En hoe hard gaat hij dan? Zo snel als het allersnelste landdier ter wereld. Een cheetah. Oh, ik wil ook zo snel als een cheetah. Oh, Scoop. Blijf jij nou maar gewoon een graver. Ik moet de rails maken. Oh, maar misschien moet ik eerst dat cement doen. Leo, kijk eens naar de klok. Oh, nee. Het is 3 uur. Bob start nu met de testrit. En ze komen naar dit station. Maar de trein kan daar niet overheen. De rails moet recht zijn. De seinen zijn getest en staan klaar. En de trein is ook klaar. Laten we beginnen met de testrit. Succes! Leo, wat ben je aan het doen? Ik zoek mijn notities over wat ik moet doen in een noodgeval. Wanneer is die trein hier? Nu! Maar doe dan iets! Vlug! Ik moet aan te veel dingen denken! Vooruit, Leo. Denk na! Oké, eerst moet ik de trein stoppen. Maar hoe? Waarschuwing goed ontvangen. We gaan nu remmen. Het spijt me heel erg. Ik bracht het team in gevaar. Gewoon omdat ik me niet kon concentreren op één taak. Het is je uiteindelijk toch gelukt?
Je hebt de trein gered. Maar wat zullen we nu gaan doen met het station en de rails? Er is net genoeg tijd voor de trein zijn eerste rit maakt. Dus, kunnen wij het maken? Nou en of. Nou en of! Instappen! Hou allemaal alsjeblieft je kaartje klaar, dan kan je dat zo laten zien. Wow! Moet je hem zien gaan? Fantastisch! Bob, waarom ga jij niet mee? Ik ben mijn kaartje kwijt. Oh, oh, Wendy, ik kan bijna niet geloven dat we echt in de Lentestad Filmstudio's zijn. Ik ook niet. En dat we mogen werken aan de nieuwe Space Robots film. Het is zo spannend. Wakka, jij zegt de Space Robot. Bij toneelles op school droomde ik er altijd van om filmster te zijn. Nou, we gaan hier bouwen, niet spelen, Leo. Kijk, daar is de regisseur. Hij is wel een beetje klein. Nee, dat is D-11D, een van de space robots. Morgen! Dat is de regisseur. Paul Hoeven, regisseur. Komen jullie werken aan de space robot set? Ja, en we bouwen ook de raket. We kunnen niet wachten om te beginnen. Wow, zeg D-11D. Ik werk heel graag met robots. Oh. Sorry, maar ze zijn moeilijk te controleren. Deze is zeker niet onder controle. Ik vind hem eng. Sorry. Het ligt aan die knoppen. Daar moet ik nog aan wennen. Maar goed, Space Robots 3 moet klaar zijn voor de zomervakantie begint. En dus moeten we zeker al voor het eind van de dag gaan filmen. Geen probleem. We hebben die set in een mum van tijd klaarstaan. Toch, team? Ja, Bob. Zeker, Bob. Kunnen wij het bouwen? Nou, en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen gaat mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee. High five. Leo, Scoop, hier ben ik. Hoi, Amira. Wat doe jij hier? Ik moest hier gewoon heen toen ik hoorde dat ze hier gingen filmen. Ik hoop dat ik zelfs D-11D kan ontmoeten. Ik kan hem zelfs goed nadoen. Piep, pop, piep, piep. Hij is de leukste. Dat vindt Mup dus niet. Wauw, daar is D-11D. Of D-1, zoals ik hem vaak noem. Ik denk dat de regisseur mij in de film wil. Je liegt het. Dat klopt. Hij liegt. Leo bouwt alleen de set, net zoals de anderen. Wat dat betreft, Bob vroeg of ik jullie kon halen. De set bouwen, dat is ook heel tof. Lifty snapt er helemaal niks van, Amira. Ik weet zeker dat ik in de film kom. Ik denk dat ik mijn tekst maar vast ga leren. Doei. Piep, bop, bop, piep. Zeg, Leo, heb je echt een rol in de film? Nou, die ga ik zeker krijgen als Carl straks mijn acteertalent ziet. Daar is de regisseur. Nu moet je iets laten zien. Dank je, Scoop. D-11, kijk uit! Er staat een kwaaie space robot achter je. Oeh, de lensdop zat erop. Geen wonder dat ik niets in beeld kreeg. Oh, hallo. Die set ziet er trouwens prachtig uit. Vooral doorgaan zo. Dus...
Om het maanoppervlak te maken, kunnen we uit twee soorten zand kiezen. We hebben hier dit zand, dat nogal donker is. Of we kunnen voor dit zand gaan, dat veel lichter is. Als ik zou mogen kiezen, dan kies ik voor deze. Ik ook. Heel goed, Wendy. We gaan voor het donkere. Oh. Magnifiek. Fantastisch. Maar ik denk nu opeens, kan er een deur in? Een deur waar de space robots door naar buiten kunnen komen. Oh, dat zou geweldig zijn, als dat zou kunnen. Dat is geen probleem, Paul. Als jij het kunt bedenken, no! Kan ik het bouwen. Oh. Ik stop ermee, Scoop. Ik geloof niet dat acteren iets voor mij is. Wat? Ik vind je briljant, Leo. Hé, hey, kijk, daar is Amira. Succes in de film, Leo! Hoe ga ik ooit vertellen dat ik er niet in zit? Zal ik het vertellen, Leo? Biep, bop, bop, biep! Zeg het nog maar niet, Scoop. Want je weet, in een film is alles mogelijk. Sorry! Aan de kant! Muk komt eraan met een grote kwaaie robot! Hoi, Wendy. Heb je Leo gezien? Nee, al een tijdje niet, Scoop. Oh. Wat vind je van deze plek? Wil je de grote robot hier hebben? Dat is perfect, Bob. Oké, Lifty. Hij is zwaar, dus rustig omhoog. En dan deze kant op. En stop. En langzaam zakken nu. Zakken. Ja, heel goed. Uitstekend werk, Lifty. Oh, wat spannend zeg. Hey jongens, hebben jullie Leo misschien gezien? Ja, heel erg vaak. Hij bedoelt vanochtend, Muk. Oh, nee. Ik ook niet, Scoop. Oké, allemaal, we gaan zo beginnen met Space Robots 3. Is iedereen klaar? Mooi. Daar gaan we. En actie! Niet bang zijn, D1-1D. Ik bescherm je tegen die grote, kwaaie space robot. Oh, Leo. Leo, doe voorzichtig. Sst, Bob. We draaien. Vrees niet, D1. Je redding is nabij. Wat doet hij nou? Hij is aan het acteren. Hij stelt zich gewoon aan. Wat doet hij daarboven? Dat is gevaarlijk. Oh, pas op mijn raket. Huh? Oh, oh, oh. Luister, Leo. Die raket is niet gemaakt voor iemand van jouw formaat. Alleen voor kleine robotjes. We halen je naar beneden, maar je moet niet bewegen, oké? Bob, ik zit in een film. Ik moet bewegen. Oh. Ah. Leo! D&D! Is alles oké? Gaat wel, denk ik. Weet je wel zeker dat het gaat? Ik heb niks, maar moet je die raket nou toch eens zien? Dit lijkt het einde van D&D. Hoera! Oh, sorry. Het einde van mijn film. Oh, nee. Het spijt me verschrikkelijk. Gaat het weer? Oh, het gaat wel, maar nu zie ik nooit Space Robots 3. En niemand anders trouwens. Tenzij we iets bedenken om D&D weer te maken. Misschien een nieuwe D&D. D1-2D. Ik ben bang dat een nieuwe bouwen eerder maanden duurt dan uren. Als we D1-1D nou oppoetsen, op wieltjes zetten en rondtrekken met touwen... Ja, maar het publiek ziet die touwen. En dat is geen gezicht voor een space robot. Oh. Oh, arme Amira. Nu zal ze nooit haar robotheld ontmoeten. Zeg, wacht eens even. Amira kan het D1-1D-geluid perfect nadoen. En ze is ook nog eens even groot.
Denk jij nu ook wat ik denk, Leo? Ik denk het wel, Bob. Wendy, kun jij de raket en de set weer in orde maken? Terwijl Leo en ik hier het robotprobleem oplossen? Met wat hulp gaat me dat zeker lukken. In dat geval zeg ik maar één ding. Actie! Daar gaan we. En actie! Bop, bop, bibop, bop, bop, bibop, bop, bibop, bop, bibop, bop, bibop, bop, bibop, bop, bibop, bop. Stop! Fantastisch! Wat een prachtige scène. Oké, allemaal, we gaan lunchen nu. Fijn dat je mee kon doen, Amira. Amira? Amira, gaat het wel daarbinnen? Oh, dus nu je een grote ster bent, praat je niet meer met me. Natuurlijk wel, Leo. Kom hier en eet een boterham. Zo zie je maar, Leo. In een film is alles mogelijk. Goedemorgen, team. Morgen, Bob. Jullie moeten me beloven niet te enthousiast te worden, maar... Zo, wat is er dan? Wat is er dan? Ze maken een film met de filmster Bill Bliksem in de Lentestad Studios. Wauw, Bill Bliksem. Ze zitten een beetje in tijdnood, dus hebben ze gevraagd of wij de set voor de laatste scène bouwen. Yay! Wat is dat, een fantastische klus! Ik ben gek op Bill Bliksem. De bouwmaterialen zijn al in de filmstudio's. Nu alleen wij nog. Ja! Ja! Oh. Wauw, Bill Bliksem. Hij is mijn held. Muk, huh? Kom je nog? Ik weet alles over Bill Bliksem. Ik weet zelfs ook zijn slagzin. Boom! Zoom! Bliksem slaat in! Wie weet, Muk. Misschien ontmoet je Bill Bliksem wel. Denk je dat nou echt? Oh, ja! Ik ga Bill Bliksem ontmoeten! Wat spannend! Welkom, welkom. Paul Hoeve. Ik ben de regisseur. Hier zie je het verhaal van de film. We tekenen elk moment van een scène om te weten wat er nodig is. Dus, Bill springt van een balkon en vliegt door de lucht en overal vonken. Goed. Nou, er is weinig tijd om te bouwen. We moeten eind van deze dag al klaar zijn, omdat morgen Bill weer aan een nieuwe film werkt. Dus, kunnen jullie het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Oh, ik heb Bill Bliksem nog nergens gezien. Ah, Leo, kan jij me helpen met de pyrotechniek? Pyro, wat? Pyrotechniek. Die gaan we gebruiken om flitsende vonken te maken als Bill vliegt. Kom mee, ik laat het je zien. Wacht! Daar is hij! Bill Bliksem! Joehoe! Oh nee, hij gaat weer! Ik moet hem ontmoeten! Oké, Leo. Dit hier zijn de pyroapparaten. Ze geven licht en verspreiden de vonken.
Hoe maken we ze klaar voor het filmen van de scène? Kijk maar eens. Alle pyroapparaten wijzen omhoog, dus dan gaan de vonken natuurlijk omhoog. En als ze naar beneden gericht worden, dan zouden er vonken op de lampen kunnen vallen. En komt er brand! Inderdaad, ja. Maar deze hier staan goed gericht, dus stakel ze maar op. Daar is hij. Bil Bliksem. Bil Bliksem. Au! Muk? Bil Bliksem. Oh nee! Muk! Sorry, Leo, maar ik ben op zoek naar Bil Bliksem. Ze wijzen gelukkig nog steeds omhoog. Bob, de bouwer? Bil, wat een eer zeg. Wow, jij hebt een hamer en een beitel. Oh, alles wat met bouwen te maken heeft vind ik te gek. Kijk Bil, ik heb een kraan. Ik kan heel goed graven. Bil, we moeten gaan. Paul wil dat ik je stuntharnas test. En ik ben helemaal gek op gravers en kranen. Wow, kijk die hijsarm. Duurt nog wel even. Wauw, wat een schepte! Bil moet hier ergens zijn. Hé, hey, Muk! Kun je helpen? Tuurlijk. Wat wil je dat ik doe? Zou je willen opletten of de lampjes van de pyroapparaten groen blijven? Als ze rood zijn, dan is er iets fout gegaan. Geen probleem, Wendy. Wendy! Ik zie groene lampjes. En Bil Bliksem. Wendy, ik ga flitsen. En knallen. Huh? Oh, waar is hij nou heen? De lampjes zijn groen. Mooi, dat was stap 1. Dus dan zijn we nu klaar om te vonken. We zijn er, Bil. Je moet je gaan voorbereiden. En? Wat zit er nog meer in die kist? Een veiligheidsbril. Die is echt zo cool. Sorry, Bob. Geen tijd om te kletsen nu. We moeten gaan filmen. Ah, kom op. Zou ik mijn bril weer terug mogen? Let op. De camera kan gaan draaien, jongens. Waar is Muk? Daar is hij. En nu verlies ik hem niet meer uit het oog tot ik hem heb ontmoet. Oh, ah. 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 Oh nee, spring Bil, spring. Kijk uit! Er is iets mis met de pyrotechniek. Blijf ver uit de buurt! De vonken vallen op de lichten! Straks vliegt de set in brand! Niet dansen dan menig! Blijf waar je bent! Alles moet worden uitgeschakeld. En dan moeten we snel die vlammen blussen. Zo. Oh, het is weer veilig. Muk, je moet altijd uit de buurt van vonken blijven. Ik weet het. Het spijt me. Door mij viel alles om. En het spijt mij ook. Ik weet niet hoe het kon, maar de pyroapparaten wezen naar beneden. Dat is ook mijn schuld. Ik stootte tegen de stellage en ik keek niet of alles nog goed stond. Alleen omdat ik mijn held wilde zien. Oh, dit is een echte ramp, Bob. Die laatste scène moet echt vandaag. Rustig maar. Wij redden de dag net als Bil Bliksem. Let maar op.
alles staat weer klaar. Maar ik ben bang dat de steun voor het decor beschadigd is. Ik kan hem rechtop houden. Maar Muk, Bill is jouw held. Wil je hem dan niet in actie zien? Ja, maar dat geeft niet. Het was mijn schuld dat de set kapot ging. Iedereen op zijn plaats en actie. En wederom heb ik de dag gered en de wereld. Met een flits, knal, slaat bliksem in. Hua! En stop. Bedankt iedereen en klaar. Inpakken maar. Hoe zou het filmen gegaan zijn? Het was te gek. Dank je, Muk. Bill Bliksem. Precies. Met een flits. Knal. Slaat bliksem in. Bill? Een waterpas. Bill? Moet je dat belletje zien? Naar links, naar rechts. Links, rechts. Bill, ik moet nu inpakken. Links. Rechts, Bill. Links, rechts. Bill mag mijn gereedschap terug. Hij wil eruit. Kom maar. Bill. Oké, Leo. Oh, Bob, dit is fantastisch. Fijn dat je blij bent, Jonna. Mijn komodo's zijn vast dol op hun eiland. We zijn klaar met de ingang die omhoog loopt. Dus nu moeten we alleen de aflopende helling naar de uitgang nog maken. Als dat klaar is, hoeven we alleen nog de brug over het eiland te plaatsen. Dan kun je hem open doen voor publiek. Maar we kunnen de komodo's nu al wel vrijlaten. Voordat de voetbrug af is? Ja, dat geeft ze tijd om te wennen aan hun nieuwe thuis. Nou, laat ze dan maar vrij. Mooi zo. Ik laat de kooien nu meteen op het eiland zetten. Dank je, Leo. Je kan het water nu uitzetten. Kom er maar uit, lieve komodo-varanen. Lekkere draakjes van me. Draken? Maar kunnen die niet van het eiland afvliegen, Bob? Het zijn niet die vuurspugende die je kent uit sprookjes, Muk. En ze hebben geen vleugels. Woehoe! Hoezo noem je ze dan draken? Ze heten komodo-varanen, maar ze lijken gewoon heel erg op draken. Maar als het geen draken zijn, wat dan wel? Gewoon grote hagedissen. Maar ze kunnen je gemeen bijten als je niet voorzichtig bent. Kijk, daar is er één. Oh, oh. Hij komt hallo zeggen. Oh, oh. Wat is er toch, Muk? Ik voel me rillerig en vreemd. Maar sinds wanneer voel je je dan zo? Nu pas, sinds ik die draak zag. Oh, Muk. Je bent gewoon bang. Je bent echt veilig, Muk. Het veiligheidsglas voorkomt dat hij ontsnapt. Ik durf er zelfs niet naar te kijken, Wendy. Hij is zo glibberig en sist. Maar komodo's zijn helemaal niet zo glibberig, hoor. Hun huid is zelfs vrij droog. Ik zou hem maar even met rust laten, Bob. Muk, zou je me misschien kunnen helpen met de voetbrug af te maken nu de komodo's op het eiland zijn? Het spijt me. Ik ben bang van niet. Het geeft niet, Muk. Dan doen wij dat en zoek ik voor jou iets anders. Goed, alle komodo's zijn op hun plek. Slaapt Muk nou? We zijn er net achter gekomen dat hij hartstikke bang is voor de komodo's. Zou hij vandaag niet ergens anders in de dierentuin kunnen helpen? Nou, daar is een terreintje dat opgeruimd moet. Dat kan ik wel. Goed idee. Muk, kom mee. We halen je weg bij dit eiland. Moet ik Muk vertellen dat hij nu het oude komodo-verblijf gaat opruimen? Is het verblijf wel helemaal leeg? Oh ja. Dan denk ik dat het allemaal wel goed komt. Leo, Lifty, Scoop, we maken die voetbrug af. Zeker weten. Ja, Bob. Doe het op. Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handen bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team, team, team,
Huh? Eieren? Wat doet die nou weer hier? Het zijn er zeker 3. En nog eens 3. En nog eens 3. Dat zijn er heel veel. Waar zou de mamavogel zitten? Ze is hier nergens te zien. Ik moet haar zoeken, zodat ze voor de eieren kan zorgen. Ze komen misschien bijna uit en de kuikens zouden niemand hebben die voor ze zorgt. Oh, ik moet Jonna echt vragen wat ik moet doen. Maar ik weet dat ze bij het Komodo-eiland is. Oh. Vooruit maar, ik moet naar het eiland toe gaan. Die eieren moeten wel veilig zijn. Het komt goed, kleine kuikens. Ome Muk zorgt wel voor jullie. Ik moet hem helpen. Wat is er aan de hand? Er klimt een draak in die boom. Hij gaat vast Leo bijten. Leo, rustig blijven. We halen je naar beneden. Blijf heel stil zitten. Oké. Ik doe mijn best. Oh, ik kan wel bij Leo komen. Probeer in de bak van Muk te gaan staan, Leo. Dat lukt me wel. Het komt goed, Leo. Ik heb je. Goed gedaan. Geweldig. Muk zal je nu heel voorzichtig naar beneden halen, Leo. Heel goed, Muk. Wat was er aan de hand? Ach, gewoon een ongelukje, Scoop. Dank je, Muk. Je bent een echte held. Ik ben geen held, Leo. Het was sowieso mijn schuld dat je daar terecht kwam. Wat? Hoezo dan? Nou, ik kwam hier om Jonna te zoeken en toen siste die draak naar me en toen werd ik bang en toen reed ik tegen de voetbrug en nu is hij kapot. Die maken we wel, Muk. Het belangrijkste van alles is dat je Leo gered hebt. Je was meer bezorgd om mij dan jezelf, Muk. Dat is echt moedig. Waarvan heeft Muk Leo gered? Hem. Die hem is eigenlijk een haar. Oh, ze zit gewoon lekker in het zonnetje na haar lunch. Dus ze probeerde niet de boom in te klimmen om het te bijten? Nee, jonge komodo's kunnen goed klimmen, maar de ouderen zijn te groot, hoor. Oeh. Ik heb Leo gered, maar het was niet eens echt nodig. Maar ik bedenk nu wel, Muk. Ik wil niet dat bezoekers van de dierentuin bang worden, zoals jij en Leo. Misschien moet die voetbrug toch anders worden? We hebben nog heel veel veiligheidsglas over. Daarmee kunnen we de zijkant ervan bedekken. Oh, je bent een genie, Bob. Ga dat dan maar doen. Oh, Jonna, dat was ik vergeten. Ik heb eieren gevonden op dat terreintje, maar ik zag de mamavogel niet, dus jij moet ervoor zorgen. Eieren? Zulke eieren heb ik echt nog nooit eerder gezien. Welke vogels begraven hun eieren, Jonna? Dit zijn komodo-eieren, Muk. Die zijn vast maanden geleden gelegd zonder dat ik het wist. Wacht eens eventjes. Ik bedoel, het zijn geen... Komodo-varanen zijn reptielen, Muk. En die leggen eieren, net als vogels. Oh. Ik kan ze beter maar meteen naar een broedkast brengen. Ze kunnen elk moment uitkomen. Dus ik heb zonder dat ik het wist de hele tijd rondgereden met komodo-eieren? Daar lijkt het wel op. Nou, als ik dat kan, dan kan ik ook wel weer bij het komodo-eiland aan de slag. Kan ik het maken, Bob? Nou en of.
Daar is je vriendinnetje, Leo. Vanaf hier ziet ze er toch veel leuker uit. Het is prachtig, Bob. Allemaal bedankt, hoor. En zeker ook jij, Muk. Je bent enorm moedig geweest. Dat je Leo redde en geholpen hebt alles af te krijgen terwijl je bang was voor komodo's. Ach, dat stelt niks voor. En nu wil ik jullie iets heel bijzonders laten zien. Kom mee. Oh, wat schattig. Maar jij hield toch niet van komodo's, Muk? Ze zijn best wel leuk nu ik niet meer bang voor ze ben. Wat fijn voor je, Muk. En omdat jij de eieren gevonden en gered hebt, heb ik besloten hem naar jou te noemen, Muk. Je meent het? Dank je. Het is een eer dat er een komodo naar mij vernoemd is. Ja, Muk, dat is het zeker. En het volgende mannetje heet Bob. Bob de komodo-draak. Dat klinkt wel heel bijzonder, vind ik. Scoop is anders ook een mooie naam. Vooruit allemaal. Tijd om te gaan. Toppie! Ik ben klaar, Bob. Ik ook, Bob. Ik ben er. Huh? Muk. Drie, twee, één. Muk! Goedemorgen allemaal. Goed. Vandaag is een belangrijke dag voor jullie. Gaan we in Lentestad werken, Bob? Moeten we iets groots bouwen? Gaan we... Er schiet me geen vraag te binnen, Bob. Ik leg het uit als ik mijn gereedschapskist gehaald heb. Gaan jullie vast naar Wendy bij de schoonmaakspuit. Wie er het laatst is, is een kruiwagen. Stop! Kijk uit, Muk. Auw. Sorry, Scoop. Doe eens even rustig, jongens. Jullie moeten je vandaag goed gedragen, want het is keuringsdag. Keuringsdag? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan gaan we kijken of jullie banden, lichten en remmen in orde zijn en of jullie motoren het goed doen. Joris komt hier naartoe om ieder van jullie aan een technisch onderzoek te onderwerpen. Joris! Joris is leuk. En hij geeft punten van 1 tot 10. Hoe hoger je punten, hoe beter het met je gaat. Wat leuk! Dan krijg ik vast heel veel punten. Hoe weet je dat, Scoop? Nou ja, ik ben slim, ik ben geel en ik kan ook nog eens heel erg veel. Maar Bob, ik wil niet gekeurd worden. Rustig maar, Lifty. Jullie zijn allemaal vast in goede staat. Nou, Maar eerst moeten jullie echt glimmen. Dus het is tijd om te gaan schrobben. Oh nee! Kunnen wij het wassen? Nou... Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen kan mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen op mee. High five! Wauw, jullie zien er prachtig uit. Ja! Ik ben geel, ik ben schoon, kijk, ik blink gewoon. Krijg ik daar extra punten voor, Bob? Dat zien we zo. Ik bel Joris en zeg dat jullie klaar zijn. Oh, wat is er nou? Als ik nou helemaal geen punten krijg. Dat komt goed. Bob zei dat we in goede staat zijn. Ik haal denk ik een topscore. Mijn lichten doen het. Mijn graafarm werkt. En mijn zwaailicht waarschuwt iedereen. Oh nee! Mijn zwaailicht doet het niet meer. Hij is geel, doet zijn plicht, maar niet zijn zwaailicht. Dat komt omdat jij me geramd hebt. Dat is zo gemeen.
Het was Muk! Je deed het expres! Ik weet het gewoon! Wat? En het deed heel erg pijn! Als jij niet geremd had, was ik niet tegen je aangebotst. Ach, laat ook maar. Bob kan het vast wel weer maken. Joris komt er zo aan. Hij is onderweg. Is hij onderweg? Met een kapot zwaailicht krijg ik nooit een topscore. Het maakt niet uit, Scoop. Ik moet me verstoppen tot Joris weer weg is. Als ik er niet ben, kan ik ook geen keuring krijgen. Ah! Oh, nee. Nu ben ik ook nog vies. Dan krijg ik nog minder punten. Ik moet me verstoppen. De achteruitgang. Ik verstop me daarbuiten. Oh, we mochten van Bob niet door de achteruitgang zonder het te vragen. Oh. Daar heb je Joris. Oh nee, hij mag me zo niet te zien krijgen. Ja, daar zullen ze me nooit vinden. Auw. Oh nee, mijn band. Hallo allemaal. Hoi, hoi Joris. Het is keuringsdag. We zijn er helemaal klaar voor. Niet allemaal. Waar is Scoop? Scoop is er niet. Hij wil niet meedoen omdat hij geen topscore zou krijgen. Maar het maakt niet uit wat voor score je krijgt. Laten we maar gaan zoeken. Goed idee. Ik ga vast beginnen. Zo, wie wil er eerst? Ik niet. Nee. Ik wil best wel eerst gaan. Ik open de garage voor als je iets nodig hebt. Scoop? Ben jij dat? Oh. Oh, nu krijg ik vast helemaal geen punten meer. Scoop? Waar ben je nou? Heel goed, Muk. Een topscore. Een dikke 10. Yahoo! Wat? Topscore? Scoop! Ah, we waren al op zoek naar jou. Wow! Scoop! Daar ben je! Hallo, Scoop. Scoop is er niet. Juist. Maar tegen wie praten we dan? Scoop. Je had alleen een nieuw lampje nodig. En moet je nou eens zien. Het spijt me. Ik wilde de topscore halen, maar dat kan ik nu wel vergeten. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Kunnen wij hem maken? Nou en op! Weer zo goed als nieuw. Hoera! Goed zo, Scoop. Oké, wie is de volgende? Oh, nee. Lifty? Nu ben jij. Nee, niet doen. Ik wil geen keuring. Ik ben bang. Niet bang zijn, Lifty. Je bent vast een stuk moediger dan ik. Weet je dat wel zeker? Of zullen we anders tegelijk gaan? Dank je, Scoop. Dus twee controles tegelijk dan. Starten maar. Harder graag. Meer toeren. Oké. Een prima profiel, hoor. En perfect rond. Goed. En je zwaailicht aan, graag. Iets hoger.
Nog een beetje. Dank je. En je uitlaat. Dank je. Goed. 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 Oké. Dat was het. Jullie keuring is klaar. Oh nee. Er is iets fout. Zo, wat is de uitslag, Joris? Nou, ik ben begonnen met Muk en hij kreeg een dikke 10. Topscore. Woehoe! Scoop, die krijgt ook een dikke 10. Ja, wat een opluchting. En Lifty... Oh-oh. Heeft ook een topscore. Hoera! Wat geweldig. Ik wist wel dat ik een topscore zou krijgen. Er is één probleempje. Oh nee. Ik wist dat er iets fout zat. Heb ik niet gezegd dat er iets fout zat? Oh nee, oh oh. Rustig maar, Lifty. Jullie zien er fantastisch uit. Maar jij, Bob, kan wel een douche gebruiken. Dus het is tijd om je te wassen. Oh nee. Hou op, het is koud. Doe hem uit. Je mist een plekje, Wendy.